het ook over keiharde porno kunnen hebben nu. We hebben nu een verhaal over fucking candlelight-panties gehoord. Leuk, ja, dat verhaal kan van die porno kan ik ook vertellen. Jongens, plaat. Nee. Ik had gezien dat hij ooit een radiostation geleid heeft. De plaat. Schiet op. Zit er nog steeds een beetje in. Af en toe even vertellen waar je naar luistert en hoe laat het is. En dat we het gezellig hebben. 3 FM 10 over 8:30. Ja. En we hebben het hartstikke gezellig. Kom eens en dan een plaat. Zo werkt het dus. Nou, prima. Vrijdagavond, na 7 uur. Als je eigenlijk nog maar net bent bekomen van een drukke week. Is het alweer tijd voor Extra Weekend. Extra Weekend, 3FM. Ja hoor. Kijk door. Zeg het dan maar. Het is een beetje neus aan de hand tegen. Pizza. Ik zie eruit als Rudolf de Red-Nosed Reindeer. Ik krijg de draai nog een keer. Ja. Ik heb dus een puistje in mijn neuspunt. Nou, ik kan je melden, hij komt nu naar buiten, hoor. Nou, was dat maar waar, dan ging ik nu voor een spiegel staan. Maar hij doet echt onderhuid en doet pijn. Ja, maar er zit echt een rode knop op je. Echt een rode knop, ja. Misschien via de kamer niet goed te zien, maar ik zie het gewoon echt. Hij scheelt er een leeslampje. Hij hangt er leuk bij. Nou, hou het toch op, man! Nou, die bril heb ik het over, hè. Stuk stront. Ja, je hebt ook gewoon in het popduel. Nou, hoppakee. Nee, dat was helemaal geen popduel. Ja, van jou. Ja, je hebt gisteren gewonnen van mij. Oké. 3FM! Waarvan acte? Ik dacht dat het een gezellig programma zou worden. Ik doe het nog zo. Ja, doe maar. Weekend! Michiel Veenstra. Nee, Gerard, lekker gelijk. Vooral vanmiddag brengt hier naar de zon. Het is een beetje gek dat ik al vanmiddag heb gezien al avond is. Maar het is nog weer bericht dat ik een beetje voorlees ben. We stonden er al 24 graden worden. De wolken zijn hard liggen. Blijf kijken achter de komende nacht. Het is de nacht van vrijdag. Vrijdag is wat meer wind. En mist dus minder kans. Dus op mist, want het is meer wind. Er komen enkele opwerking voor. Het is een gratis sessie. Morgen gaat het boek doen. Maar we dreigen in het westie. En zondag wordt wel nat. En gaat het harder waaien. Wel een beetje zacht. En het wordt het einde van het jaar. Zijn wel best een aardige ding. Als je nagaat dat het eigenlijk gewoon midden herfst is. En richting november gaan eigenlijk. Dit is dat november. Maar het gaat best zacht. Het is wel best zacht, ja. Ja. Moet ik wat harder doen dan? Iets harder. Nog één keer. Wolkenvelden hebben de overhand. Maar vanmiddag brengt hier en daar de zon veel beter door. Ja, beter. Goed voor je neus ook. Hoor je wie er is? Ja. Hoor je? Zo! Oh. We hebben een G, we hebben een A, we hebben een S, we hebben een T. Ja. We hebben een gast. In de studio, Jan van Veen. Wauw. Radio legende. Ja. Hè? Ik ben hoofd, ik ben chef vaccinelichtjes. Chef kaarsafdeling. Hoor nou die stem. Ja, man, ik... We hebben jou toch voor je. Ik heb een zeltje nodig. Wow. We hebben jou toch voor die kaarsjes meegenomen, of niet? Oh, dat is toch fantastisch, dit. Ik vind het echt... Doe je dit ook wel eens gewoon bij de kassa, Jan? Altijd. Spaart u ook zegels? Ik met de BTW en dubbele zegels. We hebben wel mensen gevraagd of ze ook gedichten wilden insturen. Oh, ja, het is wie toch heeft een dat beetje, dan weer bedacht? Toch een beetje van, gooi er een kwartje in en hij doet zijn kunstje. Nou, ik heb hier eentje, dat is niet per se. Dat is van Sander voor Renske, maar we hoeven volgens mij niet te bellen. Ah. Sander voor Renske, dit gedichtje voor mijn lieve vriendin Renske. Hallo Gerard en Michiel, dat staat erboven. Hallo. Jullie hebben een oproep gedaan, horeca-managers. Een telefoonnummer staat er ook bij. Oh, dat is handig, hè? Doorgeven? 035-355 en dan 7, maar alleen in de andere volgorde. Miljoenen woorden zijn er gemaakt om iets te kunnen zeggen. Duizenden boeken vol woorden om iets uit te kunnen leggen. 4 woordjes los van elkaar. Ze lijken heel erg klein, maar bij elkaar in 1 zin kunnen ze heel belangrijk zijn. Ik zeg ze jou, want ik wil dat jij dat weet. En dat je het daarna ook nooit meer vergeet. Mijn schat, mijn lieve vriendin Renske. En dan nu die 4 woordjes. Ik hou van jou. Jongens,
het raakt me echt. Nee, het was voor Renske, het was niet voor jou. Ja, maar toch. Ja, maar het is wel mooi. Ik voel me nu ineens Renske. Ja, van wie is deze prachtige tekst? Dat geen is een anoniempje. Nog een gedicht? Ja, nog eentje. Nou, zullen we even eerst een plaatje draaien? Ja, nou, nog eentje wat af te nemen. Eentje. Daar aan de Costa zag ik je lopen. En ik ben eerlijk, jij zag er lekker uit. Ik zei, moppie, ga jij met me dansen? Ik ben de slagroom. Ben jij dan mijn stukje fruit? Volgens mij is dat een tekst van Gerard. Nee. Doe mij een toppertje en een breezer ananas. En doe er ook maar een dubbele whisky bij. Want vanavond gaan alle remmen los. En wij dansen en springen. Wij zijn zo blij. Alle mensen stonden... Serieus, jongens. Sorry. Mantovani, val die man niet in de reden. Alle mensen stonden daar maar te dansen. Maar er was niemand net zo mooi als jij. De hele avond hebben wij lopen chansen. En ik zei, schat, wat wil jij drinken van mij? Ja, toen was de muziek aan. Dan moet je helemaal weer dat motto van nu. Doe mij een toppertje en een breezer ananas. En doe er ook maar een dubbele whisky bij. Want vanavond gaan alle remmen los. We dansen en we springen. En we zijn zo blij. Toen de avond zijn einde naderde, zei ik, schat, ik ben morgen vrij. Het is tijd voor de laatste ronde. En zij sprong de bar op. En weet je wat zij zei? Doe mij maar een toppertje en een breezer ananas. En doe er ook maar een dubbele whisky bij. Want vanavond gaan alle remmen los. En wij dansen en springen. En wij zijn zo blij. En Jan van Veen heeft me toch een gouden idee. Jan heeft een idee. Maar dat houden we geheim. Nee, nee, nee. Nee, 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 kan al. Roep, zit je er nou vast. Ja. Ja. En wanneer is het eigenlijk? Dat ben ik voor kerst. Oh, leuk. Van 19 tot 24 december. En waar komt het vandaan? Is dat Groningen. Groningen. Oh, een klein stukje om toch. Ja, mooi stad. Martinitoren. Ja, ja, dat is prachtig. Maar Groningen is een gezellige stad. Doe ik graag. Nou. Ja, het idee was het volgende. Ja. Ik kom daar een dag of een uur of een paar uur, of wat je wil, als gast en lees gedichten die wij branden op cd en die je tegen een betaling gewoon door het luikje aangereikt krijgt. Nou, of thuis doe het bij fantastisch. Top, maar leuk. Ik kreeg namelijk net een mailtje van Jana. Jana, ja. Hallo. Jana en jullie, die luisteren nu, zegt Jan kan bloemenperkje, het woord, ja, zeggen en het geil doen klinken. Tenminste, dat willen wij getest hebben. Ik lag in mijn blote reet. In een bloemenperkje. Ja, nou, hier. Ja. Oh. Ah, die bloemenperkje. En dan doen we gewoon een ander muziekje. Lieve jongens, dit gedicht hebben we net al gedaan, hè? Ja, even voor het idee. Oh, voor het idee. Voor het idee. Ja. Oh, dit hoort er helemaal bij. Heerlijk. Oh, ja, ja. Country gedicht is dit, ja, hè? Miljoenen woorden zijn er gemaakt om iets te kunnen zeggen. Duizenden boeken vol woorden om iets uit te kunnen leggen. Vier woorden los van elkaar, ze lijken heel erg klein. Maar bij elkaar in één zin kunnen ze heel belangrijk voor mij zijn. Ik zeg ze jou, want ik wil dat jij weet en dat je het daarna nooit meer vergeet. Mijn schat, ik hou van jou. Ja, het is toch anders. Ja, het, nee, het jongens, is toch anders. Het werkt toch niet helemaal. Zullen we het nou eens echt als Candlelight doen op dezelfde muziek? Maar nee, nog even een andere test. Oh, even andere tekst. Even, nee, dezelfde tekst, maar op, weer een ander, ja, muziekje. Gewoon even om te kijken, van, hoe het werkt. Kijken hoe... Het Hoxha Trio. Hoe deze bevat. Dat is, ja, gek. Heb jij bedacht? Zeker. Ja, ik pak gewoon nog maar iets, hoor. Miljoenen woorden zijn er gemaakt om iets te kunnen zeggen. Duizenden boeken vol woorden om iets uit te kunnen leggen. Vier woordjes los van elkaar. Ze lijken heel erg klein, maar bij elkaar in één zin kunnen ze heel belangrijk zijn. Ik zeg ze jou, want ik wil dat jij het weet. Hij had een hikje, hoor je, ja, dat? Ja, en dat je het daarna nooit meer vergeet. Ja. Gabriel Rios. Broad Daylight. Wat raar dat we allemaal zo gaan praten ineens. Ja. Broad Daylight. En dan ook weten dat je gewoon echt toch de kleinste piemel hebt. Het heeft totaal geen zin. Ja. Oefenen, jongens, gekelijk. Jan pist het verst, hoor. Een Duitse fax. Goedenavond, Leute. Kan die Herr von Wien ook een Duitse gedicht maken? Aber natuurlijk. Zelfverständlich. Dat Duitse gedicht. Ja, hier staat hij dan. Wenn du aus deinem Schlaf erwacht, habe ich ihm schon heiß gemacht. Du sagst mir, du hast Durst. Das kommt bestimmt von der Barbecue-Wurst. Großen Willem Jan, der Barbecue-Mann! Ich mach ihn. Ja, und? Okay. Ja. Ah, die is mooi, die zal de vallen zijn. Uit het raam. Ja,
maar we hebben dus nu de laptophouder. Achtig. Unit. Mag kapot, gooi maar heel hard, Jan. Alsof het je buurvrouw is, Jan. Op die lantaarnpaal, hè? Ja. Op de lantaarnpaal, ja. Mag, hè? Ja. Op je verantwoording, ja, hoor. Ja, op onze verantwoording. Kijk, Jan de Graan, man. Hop! Oh! Ja! Mooi! Het is toch mooi dat Jan fietst zo meteen naar huis en zegt tegen zijn vrouw... Wat ik nou toch gedaan heb...